Hey creatievelingen, ik heb weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik weer wat haken. Wat ik vandaag ga haken is een topje. En ik heb al een keer eerder een topje gehaakt. Wacht, die heb ik nog nooit laten zien hier op YouTube-land. Dus ik pak hem heel even erbij. Hij is zo schattig. Echt. Het enige nadeel is dus dat ik niet weet wat ik hieronder moet dragen. Want ik wil er wel wat onder dragen. Misschien wordt het ook nog een project om aan de binnenkant iets van een witte stof of zo te doen. Dat ik in ieder geval iets heb. Of dat ik een bepaald hemdje haak. Zo, en dan dat ik een hele lage rug doe. Zodat je die rug niet hebt. Want dat, als je een BH hebt, die zit zeg maar hier of zo. Dus die zie je gewoon. Precies. Helemaal. Het is niet het ergste trouwens, maar ja. Dit heb ik gehaakt met stokjes en vaste. Nou ja, dat ga ik nu niet doen. Ook is die wel super cute. Dit wordt iets heel anders. Maar ik vind hem wel echt weer op dan die manier echt heel erg leuk. En deze leg ik even terug. Hoe ik begon is weer... Oh nee, niet weer. Maar voor mij was het weer zeg maar... Loshaken totdat hij om mijn middel heen paste. Alleen dit keer dacht ik slim te zijn. Ik bedoel, uiteindelijk was het echt niet nodig geweest. Maar ik dacht slim te zijn. Ik dacht van, ik ga gewoon lossen totdat hij om mijn middel past. Maar ook over mijn heupbeen. Dat had echt nooit gehoeven. Want wanneer doe je een shirt zo aan? Ik bedoel, je doet toch... Nou ja, kijk maar. Van elke poging heb ik het begin gefilmd, maar niet van deze. Hij ziet misschien niet super goed op camera ofzo, maar dit wordt het patroontje. Hetgene wat ik dus doe is simpel. Even kijken. Kijk, we maken hier een vaste. Dit doe ik de hele tijd, hè. Dan maken we een stokje. We hebben een stokje. Dan maak ik weer een vaste. En dan weer een stokje. En dat doe ik gewoon de hele tijd. Dat wissel ik de hele tijd af. Gewoon de hele tijd rijd je heen, rijd je terug. En dan zo helemaal naar boven haken. Totdat ik hier kwam. En ik heb er echt niet veel van gefilmd. Ik heb er niet heel veel van gefilmd, maar ik heb heel veel gehaakt. Terwijl ik... Ik moest namelijk inhalen, namelijk van B&B Verliefde. Dus dat heb ik gedaan, want B&B Verliefde is een heel leuk programma, vind ik dan, hè. Maar soms heb je gewoon echt een heel saai stuk. En dan, ik wil het ook niet missen, zeg maar. Want dan snap je het verhaal niet de volgende keer. Ik vind het te saai om niks te doen. Dus dan ging ik haken. En dat ging echt wel heel goed samen. Want dan was je en bezig. En je was toch wat aan het doen. Of, nee, ik deed tenminste nog wat onder het kijken. Daar komt het op neer. En ik verzag het heel snel. Maar volgens mij heb ik ook heel weinig beeldmateriaal van het eerste stuk. Maar goed, in ieder geval, toen ik dat... eerste stuk af had. Toen wilde ik de voorkant haken en de achterkant. Maar dat moet natuurlijk los, want dat zijn twee keer een lap. En ik wist even niet van, dat kan niet. Want als je dan hier begint, zeg maar, want de wol verkleurt, zeg maar, dat laat ik ook zien. En dan heb je natuurlijk heel groot paars, roze. En dan heb je hier oranje. Maar dan sluit dat weer aan met de paars. En dan, omdat dat... de laatste laag was volgens mij. Dus dan klopt het weer niet. Dus had ik een hele slimme oplossing. Ik ben nu de kleuren zeg maar door de helft aan het doen. Het is niet helemaal de helft, maar ongeveer wel. Want anders krijg je natuurlijk dat het heel veel is. En dan op de achterkant heb je deze kleur helemaal niet. En ik ben gewoon te perfectionistisch voor dat. Geel is echt het meeste, maar dat is goed. Want dan kunnen we daar de mouwtjes mee maken. Kijk. Hier komt dan de mouw, zeg maar. Dit is de zijkant een beetje. Klopt niet helemaal. Maar dat gaat mij niet uit. Dat komt nog wel. En aan de achterkant komt dit natuurlijk. En nu heb ik hier de paars. Die heb ik dus helemaal afgerold. Ik had het uiteinde in mijn broek gedaan. Want dan kan je hem, zeg maar, kon nog terugvinden. Het ene uiteinde. Heb ik ze op elkaar gelegd. Ben ik helemaal zo de rattenpalm doorgegaan. En nu ben ik bij het eindeinde, nou ja, het midden, en dan knip ik het door. En dan de ene helft gebruik ik voor de voorkant en de andere voor de achterkant.
Daar was ik weer. Ik heb één bol helemaal uitgehaakt. En ik ben nu bezig zelfs met een voorlap. Wat ik dus nu de hele tijd heb gedaan trouwens, ik heb het ook heel kort gefilmd, is ik ben nu bezig met mijn tweede bol. En ik heb natuurlijk een voorpand, maar ik moet ook nog een achterpand. Dat gaat nooit lukken zo, want als ik hier alle paars op maak, heb ik hier geen paars meer. Dus, briljant idee, we splitten gewoon alles. Dus ik heb de eerste, dit is echt minder dan de helft. Maar ik had wel zin om uit te halen. Ik had het misschien wel kunnen doen en iets minder hard naar boven. Maar het maakt me niet uit. Het was wel heel erg veel werk om heel de kleuren af te halen. Zeg maar te delen en het ene deel op te rollen en dan het andere deel gaan haken. Dan heb je wel zeg maar dat het goed... Oké, het klopt niet helemaal qua kleuren en de voorkant dan misschien wat lager gemogen. Maar dit is wel denk ik de beste oplossing. En waarschijnlijk knip ik heel dit verhaal eruit, want ik knip altijd mijn onzin verhalen eruit. Dus ik heb net zomaar heel erg lang lopen letten. Weet ik veel, 4, 5 minuten of zo. 3, weet ik het. En dat knip ik waarschijnlijk uit. Dat doe ik altijd. Ik heb zo'n grote fout gemaakt. En ik kan het niet terugdraaien. Normaal zou je dus zeggen van ik vouw niet dubbel. Dan ligt dit scheef. Volgende probleem. Ik kom waarschijnlijk echt best wel wat kort qua bol. Ik ben nu mijn laatste bolletje oranje bezig. En ik kan nog een paar laagjes maken. En dan is die op. En ik had hem eigenlijk wat langer gehakt als dit. Dus ik denk dat de achterkant best wel een vierkante hals krijgt dan maar. Ja, hoe moet ik anders? Wat heb ik daarna gedaan ook weer? Toen het af was, ging ik met de mouwtjes beginnen. En ik ging de geel opsplitsen. En de geel bleek echt heel erg weinig. Want om dan echt mouwtjes tot hier, dat wist ik al dat ik niet kreeg. Uiteindelijk is zeg maar bij gewoon shirt tot hier dan gekomen of zo. Ging ik gewoon rondes haken. En toen voelde ik me heel groot. Dus toen ging ik minderen. Maar toen voelde ik me weer te... En dan bleef het toch uitsteken of zo. Dus ik weet niet. De eerste keer... Dat was de linkerkant volgens mij. Die was echt heel erg mislukt. En toen ging mijn rechterkant, zeg maar, ging ik haken. Toen ging elke ronde, zeg maar, ging ik naar beneden toe. Minder ik de tweede, andere kant. Minder ik de tweede, of ging je hier natuurlijk, ga je zo rond. Wacht, ik doe het even zo. Ja? Dus je gaat zo, dan min je er twee. Minder je er twee. Ga je weer terug. Minder je er twee. Minder je er twee, zeg maar, zo. Ging ik even erop. Ik maak hem ook gelijk aan elkaar. Dus dat ik dat niet later nog hoefde te doen. Ging ik de draadjes wegwerken. En toen was hij af. Dit is het resultaat geworden. Maar laten we even gewoon de outfit aandoen en dan mijn mening even bespreken. Net was ik bezig en ik knip dus het laatste draadje af en ik denk gewoon, hij is af. Amazing. Dus ik kan even nog weg, maar als ik hem uit of aan zeg maar, dan gaat hij al moeilijk over de schouders heen. Dus hij blijft wel bij dit. Maar ik vind hem echt zo leuk. Het is ook lekker vrolijk, weet je. Deze kleur op camera, zeg maar, wat ik kan zien dan. Zijn niet echt mooi of zo. Maar in het echt, kijk, in de spiegel, dan zijn ze een stuk lichter en dan vind ik ze zo mooi. Terwijl als ik dit, dan denk ik van, oh, wat een film is. Ook omdat dit zo flauw is. Maar de ziel. Maar de geel is gewoon veel zachter in het echt, zeg maar. Dus. Maar goed, ik hou van het resultaat en hoor dat jullie ook heel erg leuk vinden, dit resultaat en de kleuren. Ik zou misschien zo ook nog even wat beter filmen, dat je de kleuren misschien wat lichter nog kan zien. Dat ik dat zo film dat ze lichter uitziet, meer zoals je het in het echt ziet, zeg maar. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken en dan wens ik jou de creatieve groetjes.